Yo, Nintendo fans! Vandaag is het tijd om deze hele toffe Elite Trainer Box uit te pakken uit de Pokémon Go-serie. En in de vorige video hadden we deze hele vette Radiant Charizard gevonden. Ik ben benieuwd of we vandaag een Mewtwo kunnen vinden in deze box. Als jij dit wil, doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren, want misschien poel jij zelf ook wel een Mewtwo. Oh, maar kijk even, dit ziet er trouwens wel echt super cool uit. We hebben maar liefst 10 pakjes. En dit is wat er allemaal in zo'n Elite Trainer Box zit. Muntjes en badges en dit soort dingetjes. Hiermee kan je netjes vakjes maken in je Elite Trainer Box. Uiteraard zitten er ook energy kaarten in. Oh, en kijk, je krijgt er ook gewoon een Mewtwo kaart bij. Dat wist ik niet eens. Hey, dit is alvast de eerste Mewtwo V promo kaart. En natuurlijk van die mooie hoesjes. Ik ben trouwens benieuwd of we in deze video zo'n speciale Ditto kaart gaan vinden. In de vorige hebben we die namelijk niet kunnen vinden. Daar is een speciaal trucje voor en ik hoop dat ik jullie die nog kan laten zien. En de eerste codekaart is natuurlijk weer voor jullie. Dan beginnen we weer met een V-star kaart. Ja hoor, een lure model hebben we dan als eerst. Ariados, Egg Incubator. Ik ben benieuwd of we veel nieuwe kaarten zullen gaan vinden. Misschien wel een Raichu of zo. Die hebben we nog niet. Hier hebben we Bidoof. En dat is weer geen Ditto kaart, helaas. Die zijn namelijk te herkennen als er hier een Ditto icoontje staat. Maar die staat hier dus niet. De volgende is Melmtan. Dan een Charmander. Een Tyranitar. Oeh, de reverse Tyranitar. En als laatst Zapdos. Ja, die hadden we in de vorige video ook al een paar keer. Maar hey, aan het einde krijgen wij altijd de zesde pools in mijn video's. Dus het verbaast mij niet dat we met zo'n pakje beginnen hoor. We hebben hier Camerupt, Blanchet, Unpheasant, deze hadden we nog niet, dit is een nieuwe kaart. Spinarak, die hebben we natuurlijk wel. Alolan Rattata, Wimpotje, Pikachu, Squirtle, Reverse Sparky. En als laatste hebben we hier, oeh, nice, deze is mooi man. Hele toffe Moltres kaart. Ja, door pakjes uit te pakken in deze serie ben ik erachter gekomen dat iedere laatste kaart een holo rare is. Maar deze is wel heel cool hoor, deze van Moltres. Nice. Nou moet ik alleen Articuno nog en dan heb ik alle Legendary Birds. Volgens mij had ik die in de vorige video al gepoeld. Anyway, let's go. We hebben hier Steelix, Candela, een Charmeleon, Beperil. Ja, ik vind dit wel echt een heel grappig kaartje hoor, jongens. Hebben we hier Spinarakky, Pidoff, een Alolan Rattata opnieuw, Wimpot weer. De reverse is een Magikarp. En dan hebben we nu als laatst Snorlaxie. Ja, deze is ook wel leuk hoor. Lig lekker te slapen daar. Deze had ik ook nog niet, dus ik ben er blij mee. Maar in deze 10 pakjes moeten we sowieso wat goede kaarten weten te vinden. We hebben hier Ivysaur. Ik vind het een heel leuk kleurrijk kaartje. Wartortle, een Rare Candy, Natu, Ambipom. Oh, Slowpoke. Dan hebben we hier Larvitar. Oh, dit gaat helemaal fout, jongens. We hebben hier Ambipom. Dan is de reverse een Lure model. En als laatste, ja, kijk, daar hebben we wat. Alolan Exeggutor. Lekker! Ik vind het zo grappig dat zijn staart ook gewoon een hoofd is. Hilarisch kaartje. Superleuk. Dan hebben we hier pakje nummer 5. En ik ben wel even benieuwd, in welk pakje denk jij dat een goede kaart gaat zitten? We hebben 10 pakjes in totaal. Laat het weten in de comments. En volgens mij zijn we nog nooit met een Electric Energy begonnen in deze Pokémon Go set. Dus ik ben benieuwd wat er hierin zit. Unpheasant, Camerupt, Tranquil, Larvitar, Natu, allemaal kaarten die we al gezien hebben. Ambipom, Slowpoke, Reverse Slowpoke en als laatst een Gyarados. Zomaar eerlijk, dit is wel een beetje een apart kaartje, want je ziet amper dat het Gyarados is. Kijk, zijn hoofd is helemaal verstopt en alles. Ja, ik heb deze kaart nog niet, dus helemaal dikke prima. Maar het is wel aparte art. Door naar de volgende. Let's go, we beginnen met een Fighting Energy. Wartortle, Slowbro, Lunatone. En ik zie hier wat moois in zitten volgens mij, jongens. Eevee hebben we hier. Numble, Alolan Raticate, Tranquil, Bulbasaurtje, Reverse Pikachu, ja ja. En wat komt er achteruit? Wat komt er achteruit? Iets heel moois zo te zien. Het is een trainerkaart. Professor's Research. Die is wel leuk zeg, met die Meltan hier op zijn schouder. Oeh, onwijs leuk kaartje. Ja, ik vind dit cool. Een hele mooie full art kaart. Nice. En dan hebben we gewoon nog 4 pakjes over, jongens. Jullie krijgen weer een codekaartje voor mij. Misschien zorgt dat ervoor dat ik een Mewtwo pool. Mewtwo, Mewtwo, let's go. Slowbro, Lunatone, Chansey, Charmander, Aipom, Bulbasaur, Numble, Alolan Raticate, Gyarados nu in reverse en als laatst Blissey, die een gym aan het verdedigen is. Superleuk kaartje. Maar geen Mewtwo. Maar hey, in de vorige video hadden we 2 Charizards. Dus ik ga zeker niet klagen. We hebben hier Ariados, Blanchet, Steelix. Oh, oh, ik moet niet helemaal vergeten. Beberil, Melton, dan Magikarp. De volgende is een Aipom, Charmander. Oeh, Radiant Blastoise! Ja!
In de vorige video hadden we Radiant Charizard. Nu hebben we Radiant Blastoise. En wat een sikke mooie kaart is dit. Oh, die Radiant kaarten zijn wel heel vet. Wat hebben we als laatst dan? Oeh, de Tyranitar. Maar yo, weer een sikke Radiant kaart. Check deze Blastoise. We hebben Charizard, Blastoise en blijkbaar zit er ook nog een Radiant Venusaur in. Als we die ook nog kunnen poelen, jongens. Maar ik ben nu al heel tevreden hoor met deze box. We hebben nog 2 pakjes te gaan, jongens. En ja, meestal bewaar ik iets tot de laatste 2 pakjes. Dus ik hoop dat hij in een van deze 2 zit. Maar net hadden we natuurlijk al die Blastoise die onwijs vet is. Wat zit er in deze? Magikarp. Pidoff, een Onix, Eevee, Reverse is nu een Zatu. En wat hebben we dan nu als laatst? Leuk, Sylveon. Die hadden we ook nog niet, dat is ook wel een leuk kaartje. Wat is trouwens jullie favoriete Eeveelution? Die van mij is Umbreon. Is die van jou misschien Sylveon of een andere? Laat het even weten in de comments. En dan nu, het laatste pakje. De codekaart is voor jullie. Misschien brengt dat wel weer geluk, jongens. We beginnen met een V-Star. Pupitar, Chansey, Spark. Dan hebben we hier Pidoff. Bulbasaur, Squirtle, Bidoofy. Dan hebben we hier een Onix, Reverse Apom. En als laatst, hey, Pikachu. Ja, maar dit is ook gewoon leuk, toch? Om af te sluiten met een hele leuke Pikachu uit de Pokémon Go-serie. Deze is gewoon prima. Sowieso hadden we weer hele leuke Holo Rare kaarten. Deze Sylveon, Tyranitar natuurlijk super sick. Blissey, een Gyarados. Ja, deze wel apart, maar goed. Snorlaxie, een Moltres. Ja, die vond ik vet. En Zapdos. We begonnen natuurlijk met deze vette Mewtwo V promo kaart. Toen kregen we Alolan Exeggutor V. Professor's Research, maar deze, de Radiant Blastoise, is wel mijn favoriet uit deze video. Ik hoop dat jullie het nog steeds tof vinden als ze Pokémon kaarten uitpakken, jongens. Doe die duimpjes omhoog, vergeet niet te abonneren. En dan gaan we dit gewoon veel vaker doen. Mazzel!